eerste echte foto. Volgens mij was toen ik met mijn ouders op vakantie was, een vakantiefotootje. Toen draaide ik me ook al in allerlei bochten om een mooie plaat te kunnen maken. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik zoek steeds nog het mooiste plekje op. En als dat het meest onhandige plekje is, dan is dat maar zo. Maar alles voor een mooie plaat. Ik ben Martin Hogeboom, ik ben portret- en reclamefotograaf. Ik fotografeer vooral mensen op locatie en vandaag gaan we dat ook doen. We zijn hier bij Stijf Vatenhandel, een bedrijf waar nog ambachtelijk gewerkt wordt met hout en metaal. En we gaan hier mensen fotograferen in actie en we gaan portretten van ze maken. En daarbij gebruik ik onder andere de Godox AD200 Pro en de Godox V1. En we gaan maar eens aan de slag. Let's go! Ik gebruik heel veel flits in mijn fotografie. En dat is eigenlijk niet omdat het te donker is om te fotograferen. Met de meeste camera's kun je overal wel fotograferen. Maar meer omdat ik zelf een beetje richting aan het licht wil geven. Ik werk heel veel op locatie en dan vind ik het super handig om flitsers te hebben op accu. En ik werk zelf met Godox flitsers al een hele tijd. Dat komt omdat ik werk met Fujifilm en Godox was een van de eerste die voor Fujifilm TTL en high-speed flits had. Dus dan ben ik veel vrijer in mijn keuze van mijn belichting. Ja, we hebben een aantal foto's van Marcel gemaakt, wat actiefoto's. Het was een warme dag, maar desondanks heeft hij het vuur ook nog even opgestookt om het nog wat spectaculairder te maken. Hij trok zijn shirtje erbij uit om zijn spierballen te laten zien. Bij de eerste plaat die we maakten was hij vooral gericht op het vuur. Dus ik vond ook dat het licht vanuit de richting van het vuur moest komen. Dus we hebben de flitser even achter die vlammen geplaatst. Het is altijd even een beetje zoeken. Het zijn meestal niet de makkelijkste plekken, maar ik vind het wel de moeite waard om mijn licht precies te hebben op de plek waar ik het wil hebben. Ja, die rook er mooi uit. Dan wordt het helemaal donker. Ja, mooi man. Ja. Top. Draai ze nog iets naar mij toe, een beetje naar mij toe, ja. Ja. En het mooiste is dat die ton iets zakt, een klein stukje, ja. Ja, ik moet zelf niet naar achteren doen. Een beetje op het lastigste plekje staan wat er is. Cool. Top. Ik heb hem, mooi. Kijk, dat wordt helemaal donker. Ja, mooi man. Ja. Ja, ik vind hem stoer. Kijk, mooi, precies, hè? Mooi licht op zijn gezicht. Cool. Net iets meer licht in de achtergrond, geeft net iets meer leven. Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen en verhalen van mensen. En allerlei lifestyles en dan beroepen en dat soort dingen. Ik heb een hele brede interesse. En fotografie geeft mij de kans om overal een beetje naar binnen te kijken. En met mensen te praten, met allerlei geledingen en met allerlei achtergronden. En dat vind ik super, super interessant. Ja, voor Klaas hebben we een paar portretten gemaakt terwijl hij aan het lassen was. En dat was in een ruimte waar het best wel rommelig was. Dus ik was even aan het zoeken naar wat is de beste achtergrond. En ik heb maar gekozen voor een soort stelling waar we spullen op lagen. Maar de belichting heb ik zo ingesteld dat er vooral licht op Klaas zelf viel. Eentje van voren op zijn gezicht en één van achteren. En de belichting zo ingesteld dat op de achtergrond geen licht kwam, maar dat die wat donkerder werd en daardoor wat minder opvallend. Door met flitslicht te werken kan ik en mijn eigen standpunt kiezen en mooi licht op mijn model krijgen. Dus dat is voor mij vooral de belangrijkste reden om te gaan flitsen. Voor mij is het heel belangrijk dat het allemaal lekker makkelijk te vervoeren is, klein op te pakken is. Dus ik gebruik heel veel de standaard reflector, of in dit geval bij de AD200 Pro de ronde reflector. En ik maak veel gebruik van kleine gridjes en parapluutjes. En als ik even wat meer tijd heb, zet ik een softboxje op. Voor mij is het echt heel belangrijk dat ik lekker snel werk, in de flow werk. Ik heb vaak met mensen te maken, dus ik wil mensen niet te lang laten wachten. Dus ik vind het handig dat mijn spullen snel opgezet zijn. Ik heb een paar kleine statiefjes die allemaal samen in één klein tasje passen. De flitsen zitten erbij in mijn tas of in mijn rugzak. Dus echt met een paar minuutjes heb ik 2 of 3 statiefjes staan met een paar flitsers erop. Nou, ik zorg dat ik in ieder geval voorbereid ben op van alles. Ik heb een tas met spullen bij me, cameraatjes, een paar lenzen en een paar flitsers. En met die flitsers zorg ik ervoor dat ik gewoon het licht in ieder geval in elke omstandigheid onder controle heb. We hebben in korte tijd een paar mooie portretten en actiefoto's kunnen maken van de mannen hier. Het zag er stoer uit. En we hebben dat kunnen doen met maar 2 flitsers, een Godox AD200 en een Godox V1. Technisch vrij simpel gehouden, maar toch zag het er heel stoer uit allemaal.